Hallo, mijn naam is Ruud Schut en dit filmpje gaan we kort wat dingen laten zien van de nieuwe Phoenix 3. De eerste modellen zijn inmiddels uitgeleverd. Helaas zijn er nog veel te weinig om aan de vraag te voldoen, maar we gaan u toch een beeld geven van dit mooie toestel. Oké, de Phoenix 3. Lang op gewacht, nog steeds slecht leverbaar, maar we gaan wel u al wat eerste beelden laten zien. Ja, hier in het beeld gewoon de standaard klokweergave. Laten we daar eerst eens eventjes naar gaan kijken, want het scherm van het toestel is zo mooi met zo'n hoge display dat je daar een heleboel mooie dingen aan kunt instellen. Nou, het staat nu op digitaal. Laten we daar gewoon eens een analoge klok van maken. Hier zie je ook nog Connect IQ. Daarmee kan je dus eventueel aparte wijzerplaten nog downloaden van internet om erop te zetten. Dus dan kan je nog andere wijzers kiezen. Datum wel of niet in beeld. Maand wel genoemd of de dag. Romeinse cijfers. Helemaal geen cijfers. Nou, je ziet, er is van alles te kiezen. Een achtergrondkleur. Wil je een lichte of een donkere kleur? Nou, je ziet door de hoge resolutie dat je eigenlijk geen pixels meer ziet. Het is een ontzettend scherp beeld. Vergelijk je dat met een Phoenix 1, ja, dan ga je wel een stukje terug in de tijd. Heeft sowieso niet de mogelijkheid voor een analoog beeld. De vertraging eigenlijk op het moment dat je eventjes door de menus heen loopt. Ja, daar zit natuurlijk een heel verschil in. Makkelijk bereikbaar is ook de mogelijkheid om je activiteit te kiezen. Eén keer op de start-stop knop. Nou, je ziet in dit geval is het hardloopprofiel gekozen. Dit zijn allemaal voorgeprogrammeerde profielen. Maar we gaan ook even nog naar de instellingen kijken. In dit geval is de hardloop app actief. Ze noemen het een app. De huidige app kan je dus je gegevensschermen kiezen. Je kan meerdere schermen aanzetten. Per scherm kan je aangeven welke velden, hoeveel velden je wilt zien natuurlijk. Vervolgens kun je per veld gaan kiezen wat voor een informatie je wilt zien natuurlijk. Uiteraard is het apparaat ook geschikt als stappen tellen. Dus net zoiets als een VivoFit, maar dan heb je maar één pols bezet. Nu heb ik locatie opslaan, ja, dat is gewoon je eigen punt voor locatie vastleggen. Navigatie, zoals je kunt zien kun je koersen laden, je kan je activiteiten oproepen. En je kan naar je opgeslagen punten navigeren. Coördinaten kun je eventueel ingeven op het moment dat je zegt, hey, ik wil een soort van geocache doen. Je hebt niet het geocache menu zoals in de Phoenix 1, maar je kan wel gewoon coördinaten opgeven en er naartoe met een rechte lijn naartoe gewezen worden. Herstel het fiets VO2 max, uiteraard alleen mogelijk in combinatie met de HRM Run hartslagband, die dus alle extra informatie voor je bijhoudt. Wat dat betreft is het ook echt gewoon een heel uitgebreid hardloophorloge, met alle mogelijkheden die je daar in aan kunt treffen. Verschillende schermen waar je gewoon standaard naar kunt kijken. Temperatuur is natuurlijk altijd iets vertekenend omdat je hem om je pols draagt. Je hebt ook je barometer, je hoogtemeter, kompas, elektronisch kompas die die weer laat geven. Dus gewoon eigenlijk je ABC sensoren. Ja, dit even kort om een impressie te krijgen van de Phoenix 3. Ja, het is een erg mooi horloge, vol met functies, mooie resolutie, werkt lekker snel. Volop connectiviteitsmogelijkheden en end-to-end verbindingen met allerlei sensoren is allemaal geen probleem. Hij is er in drie varianten. Dit is de zilver met rode band. Hij is er in het zwart met grijs en de saffier versie is leverbaar. De saffier heeft dan een metalen band. Er wordt ook een rubberen band meegeleverd om het met hardlopen wat comfortabeler te maken. Nou, zodra we wat meer apparaten beschikbaar hebben, zullen we er wat dieper op ingaan en er meer van laten zien. Tot zover, bedankt voor het kijken.